In de Apollohal in Amsterdam werd de universitaire sportweek besloten met een basketbaltoernooi. De strijd om de derde plaats werd uitgevochten door het studententeam van de hoofdstad en Agama, het twaalftal van studenten uit Suriname en de Antillen. De hoofdstad won. Om de eerste plaats werd er gestreden tussen het Amerikaanse studententeam, de Mormons, en een ploeg van de universiteit uit Brussel. Het werd een mooie wedstrijd met voortreffelijk spel en vol spanning. De Amerikaanse spelers in witte shirts lieten handige grapjes zien. De Mormonen beheersten de hele zaal en waren duidelijk de sterkste. Het regende dan ook doelpunten. De rust ging in met de stand 24-16 en het einde kwam met 45-37. Het programma van de universitaire sportweek vermeldde behalve basketbal nog voetbal, handbal, volleybal en slotbal. Ook hiervoor bestond veel belangstelling en er werden geen overtredingen gemaakt.